Hallo jongens en meisjes van Tall Guns Gamer. Voordat we beginnen met de video, dikke SO naar mijn boy Zwarte Piet. Thanks voor het langskomen, man. Ze had een worteltje achtergelaten voor Americo. Dus, en ze heeft dit gekregen. Dat is wel interessant, hè? Laten we even kijken naar haar reactie. Ik mis me. Is Americo gekomen? Waar is je worteltje? Heeft Americo een worteltje gepakt? Opgezet. Ga eens kijken wat je hebt gekregen dan. Van Sinterklaas. Wat nog meer? Een letter! Chocola. Wat is dat? Wat meer? Wat is dat, Agent? Zo. Geld, chocolade. Zo. Lekker. Bedankt, Zwarte Piet. Nou, ik volg het niet allemaal, maar het enige wat ik wel weet is dat mensen blijkbaar boos zijn dat Zwarte Piet zwart is en dat soort dingen. Weet je, mij boeit het echt geen fuck, even serieus. Maar weet je, het is bijna Sinterklaas en even serieus, ik moet toch wel even een video erover maken. Het was echt heel lang geleden dat ik het überhaupt heb gevierd en ik vond het op de basisschool altijd echt fucking leuk. Ik keek er echt naar uit. Dus ik dacht, ik ga vandaag samen met jullie een quiz voeren over Sinterklaas. Matti, samen met de Pieterman, mijn bro's. Druk sowieso even allemaal op dat duimpje omhoog, support mij. Ook heb ik trouwens gelezen dat als je een video uploadt, dat sommige kijkers automatisch gaan unsub of zo. Dus kijk even heel goed. Ben je nog geabonneerd? Abonneer dan. Ik mag geen abonnees verliezen. Fucking YouTube. Oké, dit is eigenlijk een kinderpagina. Ik moet zeggen, ik ben niet echt een kind meer. Ik word al bijna 18 en dit is eigenlijk niet gepast voor mij. Maar weet je, ik heb er toch zin in. Ik ga heel eerlijk zijn met jullie. Oh, van Sinterklaas. Wie de fuck houdt niet van Sinterklaas? Even serieus? Gaf me altijd cadeautjes. Oké, misschien was mijn moeder, maar het maakt niet uit. Het gaat om het idee. Waar is Sinterklaas geboren? In Patara, het dorpje aan zee, helemaal in het zuiden van Turkije. Of in Madrid, de hoofdstad van Spanje. De meeste mensen denken van, hij komt uit Spanje, maar het is natuurlijk in Turkije. Hoe lang is de staf van Sinterklaas? Korter dan Sinterklaas of langer dan Sinterklaas? Kijk, ik heb eigenlijk geen idee. Dus ik ga even opzoeken Sinterklaas-staf. Nou, hij heeft het hier in zijn hand en ik moet zeggen dat het eigenlijk langer is dan Sinterklaas zelf. Want hij heeft zo'n mijter op natuurlijk. Maar dat is zijn lichaam niet. Dus het is inderdaad, denk ik, langer dan Sinterklaas. Of tenminste even lang, je weet toch. Van welk hout is roe gemaakt? Oké, ik heb legit geen idee. Dit is, what the fuck is dit voor vraag? What the fuck is überhaupt roe? Even serieus. Roe. Dit ding? Roe Sinterklaas, jongens. Oké. Ik weet niet, ik ga voor eikenhout. Ik denk legit dat 80 centimeter is, want het is een heel lang ding als ik het zo bekijk. Hoe heet het paard van Sinterklaas? Americo, Amati. Kijk, die weet ik wel door mijn zusje, thanks zusje. Dat was ik legit helemaal vergeten. Waarom is Zwarte Piet altijd zwart? Omdat hij iedere avond door donkere en vieze schoorstenen klauwt. Je weet toch, hij moet toch die fucking cadeautjes brengen naar de kinderen, of niet? Ik snap sowieso niet waarom mensen zeggen dat het racistisch is. Ze helpen iedereen, ze zijn mijn bro's. Van welke ingrediënten worden marsepein gemaakt? Denk speculaas, man. Ik weet niet, of amandelen. Nee, ik denk speculaas, Jolo. Wat is de tabber? Ik denk die sjaal, man. Maar ik weet niet zo zeker. Het kan ook die onderjurk van hem zijn. Ik heb echt geen idee. Veel te veel fucking termen die ik moet kennen. Waarom moet ik al deze begrippen kennen? Het lijkt wel fucking school. Waarom draagt Sinterklaas een ring? Ja, waarom is dat me nooit opgevallen? Omdat hij deze een keer voor zijn verjaardag heeft gekregen. Of omdat dit aangeeft dat hij een bisschop is. Nou, ik denk dat hij voor zijn verjaardag heeft gekregen. Want kinderen weten niet eens wat een bisschop is. Ofwel, maar. Krijg je als je grote schoen zet ook een groter cadeau? Ja. Want dat past natuurlijk meer in. Daarom heb je dat muziekje van dat je een laars of zo moet zetten. Want dan kan je meer erin douwen, zeg maar. Want die Zwarte Piet komt toch zo met gekke dingen. En dan gaan ze gewoon douwen en dan gaan ze wegrennen. Ik ben benieuwd, ouwe. Jouw score is 30%. Oké. Ik heb die roe dingen heb ik helemaal fout gedaan. Ik heb die mars. Oké, het is wel van amandelen gemaakt. Oké, dat heb ik ook fout. Dat heb ik ook fout. Oké, ik heb alles fout, jongens. Nou, ik weet dus eigenlijk helemaal niks over Sinterklaas. Hey. Nou, jongens, ik hoop dat jullie allemaal leuke cadeautjes gaan krijgen. Krijg geen cadeau. A.k.a. ben je fucking een beetje oud geworden. Of je bent niet genallig toon. Dat kan ook. Maakt niet uit, weet je. Mijn cadeau is deze video. Moet ik iets weggeven, ofzo? Omdat Sinterklaas is. Ik had het om me heen, want ik heb geen idee wat de fuck ik moet weggeven. Oké, eigenlijk wil ik niks weggeven, jongen. Wil jij deze wc-papier winnen? Bij de 2000 likes. Kijk, deze wc-papier ondertekenen. Ja, met mooie stift. Maar je moet wel even hier beneden natuurlijk je e-mail of wat dan ook achterlaten. Laten we dan voor die 2000 duimpjes omhoog gaan. En dan zie ik jullie weer ooit.